Ja, mijn camera staat nu gericht op het westen, waar de zon nu ondergaat. Vanochtend, ja, stond mijn camera aan de andere kant. Naar het oosten, de richting van het oosten. En toen was het hier ontzettend mistig. Het was heilig boven de Krijzeepolder. Nou, er is een wereld van verschil. Het is nu glashelder. En vanochtend dampte en stoomde het gebied. Wat natuurlijk ook prachtig was. Nou, ik ga weer even terug naar gisteren toen ik die ijsvogel liet zien. Die ijsvogel hier in de Krijzeepolder, het vliegende goud, het vissende goud, hoe je hem ook noemen wil. Maar er zat natuurlijk veel meer. Hoewel, het kon allemaal niet tippen aan die ijsvogel. Maar ik zag nog wel lepelaars. Lepelaars hier, ook op die slikplaten die vanochtend aan het vollopen waren. Vanochtend was het vloed, dus kwam het water het gebied in. Nou ja, zo'n ochtends vroeg zie je hier echt honderden, zo niet een duizendtal grauwe ganzen. Die staan allemaal te wachten tot het moment dat ze kunnen gaan fourageren in de polders hierachter. Dat vinden de boeren niet leuk. Af en toe hoor je een knal van een gaskanon en dan komen ze met evenveel vaart weer terug de Krijzeepolder in. Maar ze overnachten hier, want op dat water zijn ze veilig voor rovers als bijvoorbeeld de vos. Nou, die grauwe ganzen stonden er dus echt met honderden tegelijk. Ik zag ook wat krakeenden. De watersnippen vlogen over. Ook de kokmeeuwen waren trouwens bezig, waren actief. Ik noemde die ijsvogel al het vliegende goud hier in de Krijzeepolder. Maar minstens zo kleurrijk zijn de mannetjes van de fazanten. Nou, ik zag zo'n fazantenhaan op een paaltje staan. Die was ook net aan het ontwaken. En hij kijkt een beetje lodderig om zich heen. Heeft mij niet in de gaten. En staat daar te genieten van de ochtendzon. Staat zich daar op te warmen. Ik deed een paar stappen. Te veel. En weg was het. Eenmaal bij de auto zag ik ook nog iets anders moois. En dat was een insect. Een bloedrode heidelibel. Een mannetje. Die zijn werkelijk prachtig rood. Hij zit op mijn spiegel. Nou, ik heb ze wel eens op een mooiere plek gezien. Maar het is toch wel bijzonder. Deze bloedrode heidelibel die zich ook lekker zit op te warmen in de ochtendzon. En dat was het eigenlijk wel. Het was vooral een mooie ochtend. Een mooie ochtendwandeling door de mist. En door de damp hier in de Krijzeepolder. En door die damp, door die mist, lichten ook alle spinnenwebben hier in het gebied op. Nou, reken maar, in haast elke plant hangt wel een spinnenweb. De spinnen zijn weer talrijk, dat kun je wel zien. Je kunt ze niet ontlopen en ontwijken wanneer je hier wandelt. Ook mooi. Van die mooie wielwebben met waterdruppeltjes erin. Nou, maar even een kort bezoek aan de Krijzeepolder.